Ja, als we kijken naar de leermomenten, dan is misschien wel voor mij het belangrijkste leermoment is het schepnet of het landingsnet. Ik heb tot eind van het seizoen 2019-2020 op snoek nooit een landingsnet gebruikt. Ik vond het eigenlijk allemaal maar onzin. En ja, je moet het ook allemaal meenemen in dat bellybootje, dus dat deed ik niet. Ik viste van de kant ook nooit met een schepnet op snoek. Dus ik kon ze gewoon pakken. En van de kant af is dat ook simpel, omdat je ze bijna altijd op ondiep water trekt. Ja, dan is de kans dat je hem alsnog kwijtraakt wat minder. Maar als we terugkijken naar mijn laatste sessie in seizoen 2019-2020, dan herinner ik me dat moment eigenlijk nog precies. Aan het eind van de dag haakte ik een grote snoek die ik na een drill van misschien een minuut of 8, 9 voor de bellyboot kreeg. Ik trek hem naar me toe, ik tik hem aan en ik probeer hem te pakken. Dat mislukt en ik trek hem de tweede keer naar me toe en ik raak hem weer aan. En op dat moment, terwijl er eigenlijk ook nog een boot met andere vissers in de buurt dat tafereeltje stond te bekijken, schudt hij een keer met zijn kop en zie ik hem uiteindelijk zo verdwijnen. En dat was in dat seizoen al een paar keer eerder gebeurd. En dan ga je toch denken van ja, dat stoere mannengedoe zonder schepnet, misschien moet ik daar toch eens anders naar gaan kijken. En ik heb eigenlijk voor seizoen 2020-2021 een schepnet aangeschaft. En omdat het in een bellyboot gebeurt, een relatief klein ding waarvan ik dacht dat het groot genoeg zou zijn, dat is dit Rosemeyer net. Nou, super leuk ding. Met een hartstikke mooie magneetsluiting erop, wat perfect werkt. En dat heeft me veel rust gebracht op de momenten dat je dan een grote snoek in de buurt van de boot krijgt. Maar ja, iedereen riep dat ding is groot zat. Ik twijfelde in het begin al en er zijn een flink aantal momenten geweest. Waarbij ik een flinke snoek schepte en die je dan eigenlijk niet met de kop in het net schept, maar eigenlijk een beetje soort van uit de midden schept, waarbij die met zijn kop nog omhoog ligt. Ja, als ze dan een klap op de staart geven, en dat is me een flink aantal keren gebeurd, dan is zo'n snoek toch in staat om uit je net te springen en dat is heel vervelend. A, omdat je nou, het risico loopt dat je hem alsnog kwijtraakt, maar B, wat er ook heel vaak gebeurt, is dat het onderlijnmateriaal waar altijd, nou in mijn geval, twee, noem het maar even, speldwartels aan zitten, in dat net kan haken. En op het moment dat hij dan springt, ja, dan kun je ervan uitgaan dat je hem gewoon kwijt bent, want dan gaat er iets kapot. En dat is meestal niet het net, dat is in bijna alle gevallen is dat de wartel die open gaat, waarbij de wartel in het net blijft hangen en die snoek met je streamer het net uitspringt. Dus, ja, ik heb daar in eerste instantie over getwijfeld en ik ben gaan zoeken naar een net van een iets groter formaat als dat Rosemeyer ding. En dan kom je al heel snel in grote netten. En dan praten we echt over grote netten. Ja, met een wijdte van 90 centimeter tot een meter of zo. En ja, ik herinner me nog dat ik bij Fauna kwam en dat André Mieges zo begon van ja, jongen, grote net, dat is toch allemaal niet nodig enzovoorts. En nou ja, ik heb me niet laten ompraten, want na de ervaringen die ik ermee opgedaan heb, heb ik toch besloten om een ander net te kopen. Toen heb ik uiteindelijk gekozen voor, want er is niet echt een groot net voor een bellyboot. In een bellyboot heb je niks aan een steel van 2 keer 1 meter of zoiets dergelijks. En ben ik met dit net gestart, dat is een net van Spro. Volgens mij is dit een wijdte van 80 bij 70 centimeter of zo. Ik heb alleen wel, want daar zit een fors lange steel op, die heb ik moeten inkorten. Want ja, dat ding in mijn bootje, dat werkt niet echt. En het is al een ander ding om mee te nemen als zo'n klein Rosemeyer net. Ik heb dus de steel ingekort en daarnaast heb ik in het handsvat een gaatje geboord, klosje erin en daar een stuk elastiek aan gezet, zodat ik dit net ook aan mijn boot kan bevestigen. Want dit is een twijfelaar voor wat betreft het drijven van het net. Als het ding in het water valt, dan is het een soort van zweefsituatie waarin die twijfelt van ga ik nou zinken of blijf ik drijven. Ja, en dat is een beetje een kloterig gevoel.
Dus om die reden heb ik er toch maar een stuk elastiek aan gezet. En misschien dat ik er nog een keer een drijvertje ergens op zet, zodat die echt blijft drijven. Maar tot nu toe is dit me goed bevallen. En ik moet je zeggen, vanaf het moment dat ik dit net bij me heb, denk ik dat als je serieus kans wil maken op grote snoek, daar ook gericht op gaan vissen, moet je gewoon zo'n net hebben. Ik heb in een situatie gezeten waarin ik een 1 meter 22 snoek heb geschept met dit netje. Ja, dat is dan toch, dat heb je het gevoel dat je met een koffiezeefje bezig bent, of een theezeefje, hoe noemen ze dat. En dat lukte uiteindelijk, maar dat was dan ook na een drill van een kwartier of zoiets dergelijks. Die snoek was echt back af. En ik heb, nadat ik hem geschept heb, mijn hand eroverheen gehouden, omdat ik bang was dat ik hem alsnog zou kwijtraken, dat hij eruit zou kunnen springen. Dat gebeurde gelukkig niet. Maar een aantal weken daarna haakte ik opnieuw zo'n vis. En ja, die vis die kwam in de buurt van mijn bellyboot en ik probeerde hem te scheppen. En ik zag dat hij niet alleen nog wat groter was dan de 21er. Maar was ook fors dikker. En ja, toen was ik toch echt kansloos met dat net, ben je nooit. Maar ik twijfelde van wat ga ik doen, pak ik hem met de hand in plaats van met dat net. Of, en dat was mijn geluk, daar was een boot met een aantal andere vissers in de buurt. Die een wat groter net bij zich hadden en die zagen dat spektakel gebeuren en zijn naar me toegekomen. En ik heb met het net wat zij me hebben aangereikt, heb ik die snoek kunnen scheppen. En dat is dan toch wel een heel fijn gevoel. En ja, dat was voor mij dan ook het moment dat ik dacht van ja, dit wil ik niet meer. Ik wil niet gericht op grotere snoek gaan vissen en dan ja, met een netje wat eigenlijk daar niet voor geschikt is, het water op gaan. Dus vanaf dat moment dat net van Spro, en dat hoeft geen Spro net te zijn, dat kan van alles en nog wat zijn, maar in ieder geval een iets groter net wat, ja, waarbij je serieus rustig zo'n vis kan scheppen. En ik moet je zeggen, ja, ik heb dat ding nu, wat is het, een maand of 4, 5 gebruikt. 4 maanden denk ik of zo. Dus er zijn heel wat sessies. Ik heb er nou, misschien wel 15 meter snoek of zo, zomaar een wilde gok mee geschept. Er is er nooit meer een uitgesprongen. Doordat het net ook wat dieper is. En ook daar werd door de mensen bij Fauna gezegd, joh, dat is toch veel te diep. Dat is allemaal lastig, maar op het moment dat je daar een grote snoek in schept, gaat hij naar de diepte in dat net, blijft hij rustig. En natuurlijk probeert hij nog wel een keer met net en al weg te zwemmen of zoiets dergelijks. Maar springen, omdat ze wat diepte hebben, dat gebeurt simpelweg niet meer. Dus ik kan je alleen maar aanraden, vis je vanuit een bellyboot, ga je erop uit om echt te proberen wat grotere snoeken te vangen. Neem dan ook een net van een wat groter formaat. Want werkt allemaal prima met 80 centimeter, 90 centimeter vissen, wordt het echt groter. Ja, dan wordt het gewoon spannend met zo'n ding. En die spanning wil je juist met zulke vissen niet. Dus het leermomentje is in ieder geval om een wat groter net te gebruiken. Ja.